iedereen, vandaag hebben we weer een budget topper video voor jullie klaarstaan. De laatste die we hebben opgenomen is ongeveer een maand geleden en die was super goed bij jullie gevallen. Ja, en we vroegen ook aan jullie van, zouden jullie het leuk vinden als we hier een serie van gaan maken? Nou, de reacties waren echt helemaal happy, allemaal duimpjes omhoog. Dus we dachten, laten we er inderdaad een serie van maken. Het is niet een serie die natuurlijk elke week terug kan komen, maar één keer in de maand hopen we toch wel te kunnen doen. In de vorige video hadden we vooral interieur items en mocht je die gemist hebben, we zullen hem ook eventjes in het i'tje plaatsen en dan kan je die nog even terugkijken of in de beschrijving vind je een linkje. En in deze editie hebben wij een selectie van producten in beauty, fashion en in lifestyle. Nou, laten we snel beginnen. We beginnen met de beauty producten. Nou, de eerste budget topper zijn de scheermesjes van Wilkinson, want ze hebben nu tijdelijk een limited edition uitprobeerverpakking voor maar 5 euro per stuk, per mesje. En normaal gesproken zijn ze rond de 10 of 14 euro. Ja, dus het is een super goede deal. Dit is het scheermesje. Wat anders hieraan is, is de verpakking is ietsje anders. Andere en kleuren. Deze kleur is limited, maar verder is het gewoon hetzelfde mesje. Ja, hetzelfde mesje als normaal, maar je betaalt er dus echt gewoon veel minder geld voor. Dus dat vonden we echt wel een hele goede aanbieding. Ja, en we waren laatst naar het event geweest en toen werd het ons al heel erg benadrukt van dit is echt een goede deal, je kan maar beter inslaan. Dus we wilden deze tip ook zeker met jullie delen. Ja, voor deze deal kan je gewoon terecht bij de drogisterijen. Je kan even kijken bij Kruidvat, daar hebben we het sowieso al zien staan. Maar wellicht dat de Ethos en Trekpleister bijvoorbeeld het ook hebben. Dus check even of je deze deal tegenkomt. Volgende beauty topper is een aanbieding bij Kruidvat. Daar heb je namelijk de producten van MUA. Dus Makeup Academy is dat. Het is een heel fijn merk. Ik heb al 2 keer reviews over geschreven op onze blog. En daar heb je nu de highlighting en strobing producten in de aanbieding. Normaal zijn die 7,50 en ze zijn nu in de aanbieding voor 5,99. Dus het is misschien niet een ultra budget topper, maar wat ons betreft eigenlijk wel. En het is ook nog eens een hele goeie. Nou, wij hebben hier bijvoorbeeld de Set & Reflect Finishing Kit. Het is een heel fijn setje met een hele mooie illuminator highlight aan de bovenkant. En een transparante poeder aan de onderkant. Dus als je zeg maar de rest wat wil matteren. Dus dit is een aanrader in ieder geval. En dit is de MUA Luxe Glow Beam Liquid Highlight Cushion. En dat is zeg maar ja, een kussentje met een vloeibare highlighter. Die geeft een hele mooie, warme, gouden glow. Ja, precies inderdaad. En die is wat natuurlijker en ook wat fijner als je wat drogere huid hebt, denk ik. Volgende budget topper zijn deze kwastjes van de Primark. Dat zijn van die, ik weet niet eens hoe ik ze moet noemen, van die soort buffer kwastjes. Ja, kan ik de naam kwijt. Ze lijken een beetje op tandenborstels en je hebt het al langs zien komen in onze Primark Lente Shoplog. Als je die niet hebt gezien, klik dan even op dat ietsje hierboven of in de beschrijving. En dit zijn gewoon hele fijne kwastjes om je foundation mee aan te brengen. Onder andere, je kan er ook andere dingen mee aanbrengen. En je gaat dan heel erg rond bewegen en ik heb het idee dat je foundation dan veel meer geairbrushed eruit komt te zien, veel natuurlijker. Dus wij zijn er heel erg over te spreken. Ja, ik vind hem ook een betere dekking geven dan bijvoorbeeld met de beauty blender. Ik heb de beauty blender echt eventjes opzij gezet, omdat ik nu heel goede coverage wil. En dat heb ik wel met zo'n borsteltje en niet met de beauty blender meer. En deze heb je in verschillende maten. Ik heb zelf een kleintje voor concealer, die kost 3,50 euro. Was dit de allergrootste of medium? Ja, dit is de grootste en deze was 5 euro. Nou, waarschijnlijk hoef je voor deze niet per se te haasten, want deze liggen volgens mij wel vast in het beauty assortiment. Ga zeker even kijken of dit ook wat voor jou is. Volgende budget topper is deze zwarte pantalon. Je kan hem hier niet zo goed zien, maar we gaan nog andere clipjes hier overheen doen. Dit is een zwarte pantalon van de Bershka. En wat heel erg fijn aan deze is, is denk ik wel de elastieke band die aan de achterkant zit. Het is zo comfortabel. Riz en ik zijn de laatste tijd wat meer op zoek gegaan naar broekjes die geschikt zijn voor tussenweer. En ook broekjes die iets meer comfortabel zijn. Want de skinny jeans is fantastisch hoor, niks mis mee. Maar die zit ook wel soms heel erg strak en heel erg warm. En soms is het gewoon te warm voor skinny jeans, maar te koud voor een short. En dan is zo'n broekje fantastisch. En het is gewoon echt een broekje die je kan dragen met bijvoorbeeld een blouse en een blazer om het wat netter te maken. Maar hoe wij hem dragen is meer gewoon liever met een t-shirtje erop en wat gimpen eronder. En dan maak super je super casual. Ja, een soort van casual chic. Ja, casual chic maak je dan deze broek met je outfit. Dat is geen goede zin, maar nee. Je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, de prijs is 20 euro. Ja, 19,99. Dus wij vinden het wel echt heel erg een budgettopper. We weten ook wel dat er in andere winkels zoals de Primark ook hele goedkope loszittende broekjes zijn voor nog goedkoper. Die zijn wel van andere stofjes geloof ik. Ja, en ik weet niet zeker of ze ook elastiek hadden erin. Dat hoeft natuurlijk niet als je geen elastiek wilt, maar dat maakt hem wel extra comfortabel, zeg maar. Ja, maar goed, daar kan je dus heen als je hem echt
budget willen, maar we zijn zelf heel erg te spreken over die van Bershka. De volgende items die we gaan delen zijn interieurproducten. En vorige keer hadden jullie al heel slim opgemerkt van, yo, waar ga je al die spullen laten? Nou, het eerste item wat ik ga noemen, die kunnen we allebei nergens laten. Maar het is wel echt een topper, dus we dachten, we gaan hem gewoon delen. Bij de Vibra heb je namelijk een lamp te koop en die lijkt echt op 2 druppels water op de lamp van Zuiver. Ken je misschien wel, ik heb hem zelf ook boven mijn eettafel hangen, maar dan de grotere versie. En dit is de iets meer hoekerige versie. De originele lamp van Zuiver is €189, maar die van de Vibra is... €19,99. Ja, en ik vind hem echt heel erg op lijken. Gewoon eigenlijk alles. Dus als het jou niet heel erg uitmaakt dat hij niet echt van een merk is... en dat hij toch maar gewoon daar hangt, dan ja, dan is het echt een hele goede deal. Ja, ik vind hem echt heel erg tof. Volgende item is perfect voor de zonnige en warme dagen. Bij de Action heb je nu namelijk hele leuke waterballonnen en dat zijn zelfsluitende waterballonnen. Ik vond het altijd super lastig om waterballonnen dicht te knopen, dus zelfsluitend klinkt voor mij echt als muziek in de oren. En zijn ook nog super budgetproof. Je krijgt er namelijk ongeveer 100 stuks voor €2,50. En wat ook super handig is, is dat ze ook nog een waterballonpomp verkopen. Het is natuurlijk wel een extra luxe, maar het is wel echt super handig. Al helemaal als je een gevecht wil starten en weet ik veel, je bent gewoon voorbereid. Die pomp kost maar €1,92 en die vul je met water en dan pomp je hem dus heel snel op. En dan heb je die zelfsluitende waterballonnen. Dan ben je gewoon klaar. We hadden nog meer leuke zomerspulletjes gezien voor in het zwembad. Zoals een opblaas watermeloen. Die vonden we echt fantastisch. Het is niet de goedkoopste van wat we gaan noemen nu. Deze was namelijk €14,99. En dat is alsnog heel erg budgetproof voor zo'n waterbed. En deze kan je kopen bij de Big Bazaar. En als je budget wat kleiner is, dan heeft Big Bazaar ook de opblaas donuts. Ze hebben 2 soorten van 100 centimeter groot. En er zit een gat in het midden. Dus je kan ook echt zeg maar heel lekker in. Hangen en die zijn €3,99 per stuk. En die hebben dus een doorsnede van 100 centimeter. Nu heb je ook bij de trekpleister dezelfde donuts met een iets kleinere diameter van 91 centimeter. En die zijn ook wat goedkoper. Die zijn namelijk maar €1,99. En er zijn ook 2 soorten, dus de chocolade donut en de roze donut. Ja, dat is echt geen geld. Ik denk dat dat echt het goedkoopste is voor een opblaasdonut dat ik tot nu toe zelf heb gezien. We hopen dat jullie blij zijn met de budgettoppers die we hebben gedeeld. Wij werden in ieder geval echt super enthousiast over al deze dingen. En als jij dat ook bent, ren dan even naar de winkel en probeer het te scoren. Want het is altijd lekker om wat geld in je zak te houden. En gewoon goede deeltjes te scoren. Geef deze video vooral een duimpje omhoog als je wilt dat we volgende maand alweer een nieuwe budgettopper video voor jullie opnemen. En laat het ook vooral even weten welke van deze items jij het leukste vond. En voor welke jij nu meteen naar de winkel wilt gaan rennen. Nou, als je het niet kan vinden in de winkel of als je de actie niet kan vinden. Ja, don't blame us. Want deze acties zijn als het goed is gewoon nu wel geldig. Maar het kan natuurlijk zijn dat jouw winkel of jouw filiaal afwijkt. Of dat je misschien net ernaast grijpt. En dergelijke. Dus wees er wel snel bij en veel shopplezier alvast. En laat ik even in de comments achter waar jij nou echt naar op zoek bent. Zodat we ons daar de volgende keer ook heel erg op kunnen focussen. Vorige keer laatste al van we willen misschien beauty zien of we willen wat meer fashion zien. En het hangt natuurlijk heel erg af van wat er op dat moment in de aanbieding is en wat wij vinden natuurlijk. En als laatste vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.